Thank you.
Jij niet? Ja, ik wel. Oh, een beetje zitten. Thank you.
Beste mensen van Westerveer, ik denk dat het eerst en vooral mijn plicht is om de heer Slepen Nico Blondrok te bedanken om ons te steunen in dat initiatief. We hebben het genoegen gehad voor 9 woonzorgzaal te kunnen bezoeken. We zijn allemaal of overal schitterend ontvangen. De aandacht dat jullie aan ons geschonken hebben. Jullie hebben voor ons geapplaudisseerd. Laat mij zeggen dat wij nu een keer voor u applaudisseren en u bedanken voor onze ontvangen. Allemaal. Ja, het is een beetje onverwacht, maar heel kort nog een woordje. Op het ogenblik dat de mensen van de Brugse Klokkenspelvereniging, want dat zijn die mensen die voor jullie gedaan hebben, tot bij mij kwamen en zeiden van, meneer de Schepen Nico, we hebben een beetje een gek idee. We hebben weinig kunnen doen in de zomermaanden met de bijaard, in de halftoren op het binnenplein van Belfort. Er is geen ander in het water gevallen omwille van de coronatoestanden. En we hebben misschien wel een alternatief. En toen kwam ik deel inderdaad langs woonzorgcentra en RVT's te rijden met deze vrachtwagen met de mobiele bijaard. En ik vond het meteen een schitterend idee. Echt waar, ik vond het meteen een schitterend idee. En we hebben het inderdaad mogelijk gemaakt dat dit komt. En ik ga, maar dat weet de voorzitter nog niet, of dat weet de zijzaars nog niet, straks een voorstel doen om er een staartje aan te brengen. Maar goed, dat is voor de toekomst. Maar dat heel blij dat dit gerealiseerd is en mijn dank gaat uiteraard uit in de eerste plaats naar hen om dit te realiseren en in de tweede plaats naar jullie hier, omdat wij bij jullie in Westerveer weer te gast mogen zijn. Dankjewel en nog een prettige dag. Ja, het was mooi. Ja.